Laten we deze video beginnen met dit nieuwe grote gebied. Jongens, daar zijn we dan weer naar deze prachtige timelapse. En we staan hier in het nieuwe gebied. En wow, wat is er veel gebeurd. Je hebt het gezien, er is een heel treinspoor ineens. Allemaal layouts met wat ik ga bouwen daar. Zo paden, trappen. Hier eindelijk ook trappen. Dat ik hier gewoon normaal naar boven en naar beneden kan lopen. Zonder dat ik telkens moet gaan klimmen en zo. Maar wat leuk dat jullie bij deze nieuwe video zijn. Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is nu het moment om te abonneren, jongens. Dit is het moment. Maar goed, er is veel gebeurd. Ik kan hier eindelijk ook naar boven lopen. Gewoon via de dam hoef ik niet meer omhoog te vliegen telkens. Dat scheelt een heleboel. Kijk, laten we gewoon even het pad nemen. Ik bedoel, hier wil ik een tunnel maken naar boven. Een trap hier, dat werd hem toch niet helemaal. Vond ik niet helemaal mooi. Dus ik wil hier waarschijnlijk een tunnel naar de andere kant maken. Dat je dan... Ja, waar, laat ik er even uit. Oh, wacht trouwens. Oh, mijn lytra stuk. Mijn spullen zijn nog steeds weg, jongens, van vorige keer. In ieder geval, daarachter, waar je dan uitkomt, daar wil ik iets cools maken. Een tunnel er doorheen. Dan gaan we hier zo naar beneden. Hoppakee. Dan kom je hier op de begraafplaats uit met al zicht op het treinspoor. Plus de... Ja, wat is het gewoon? Het beneden gedeelte hier. Ga je langs het, ja, het graf van Frank, die, of dan de collega van Frank, die helemaal, ja, gemold is. Maar dan lopen we door, hierheen. Dan kom je nog steeds over de begraafplaats. Lopen we even iets verder, want dan komen we hieruit. Nemen we dit trappetje naar beneden, zo, hoppakee. En dan kijk eens aan, jongens. Dan zijn we hier beneden beland. En ik vind dat treinspoor vind ik zo cool. Ik heb ervoor gezorgd dat de brug een beetje open is aan de onderkant, dat je er doorheen kan kijken. Anders werd het wel heel vol. Ik wilde hem niet te massief maken. Ik denk dat dat het goede woord is om te gebruiken. Om het niet massief te maken. Zodra dat er overal gaten in zitten waar je er doorheen kan kijken. Dat hij niet te dik is en zo. Leuke pilaren zijn het. Wel een beetje plat vanaf de onderkant zoals je kijkt. Hier een beetje een piertje waar ik dan allemaal dingetjes kan doen. En dan dit jongens. Dit hout. Dit is een soort van belijning van rijtjeshuizen. En dan niet rijtjes woonhuizen. Maar rijtjes werkhuizen. Dus dat wordt dan echt heel steampunk. Industrieel. Ik weet niet of dat een goed woord is. Gewoon heel... werkachtig. Want hier werken mensen. Hier gaan niet mensen wonen. Dit zijn echt werkhuizen alleen maar. Dan ja, hierboven, jongens. Hier ben ik zo mee aan het struggelen wat ik met dit ga doen. Met die platte muur. Ik wil het natuurlijk zoals dat hebben al eerder verteld. Gewoon netjes naar beneden laten lopen. Maar het is zo groot. Ik heb gewoon geen zin om eraan te werken. Maar het moet wel echt gaan gebeuren. Oh ja, sorry dat ik trouwens vandaag een beetje in het zwart ben. Maar ja. Dan over het treinspoor, jongens. Het was... Oh mijn god, ik kan niet vliegen. Wat vervelend. Oh, ik moet overal heen lopen. Gelukkig heb ik de paden gemaakt in deze timelapse, maar... Kijk, het treinspoor, jongens. Dus best een duur grapje was dit. Want dit zijn echt allemaal infills. Oftewel, dit kostte iets van 5 à 6 à 7 stacks iron blokken. Ik heb van iedereen geleend. Ik heb van iedereen gekregen. Van iedereen in het dorp. Dus ik ben heel veel mensen verschuldigd om allemaal ijzer terug te geven. Het ziet er wel goed uit, het treinspoor. Ik twijfel. Ik wilde geen trein opmaken. Want dat vind ik denk ik te modern. Een trein hierop natuurlijk. Ik bedoel, het is een kasteel. Waarom zou je dan een trein hier bouwen? Maar wat wel kan, is om hier een grote minecart op te bouwen. Of een soort, wat je ook in Harry Potter hebt, zo'n karretje dat je zo moet doen en dat je dan vooruit gaat, weet je. Maar in ieder geval, ik moet even kijken wat ik hierop ga doen. Misschien met oorsteren, met diamonds, met ijzer, weet ik veel allemaal. Laat maar weten in de reacties. Wat moet ik op het treinspoor zetten? Ik wil geen trein bouwen, dus wat zijn leuke alternatieven? Ja, kom maar met jullie goede reacties, jongens. Dan nu wil ik even naar Julian gaan, want ik heb gezien dat Julian een prank aan het uitvoeren is op Rick en Noah. En het is best wel echt een hele leuke prank. We gaan even bij hem kijken. Oh my days, het is gebeurd, jongens. Wat is het gebeurd? Hij is bezig ermee. Het huis van Rick en Noah is gewoon gesloopt. En hij gaat hem 10 blokken hoger bouwen. En dan gaat hij ze aan ballonnen vastplakken. En Julian, wat een vreselijke taak om te doen. En ik ben zo benieuwd hoe Rick en Noah hierop gaan reageren. Dat hun huis letterlijk gewoon met ballonnen... Het is een soort uphuis gaat het worden. Dus hij is hem nu 1 op 1 aan het nabouwen. Maar dan 10 blokken de lucht in. En dan...
Ik wil zeggen, het is een hele goede prank. Jullie hadden het serieus een hele goede prank, dit. Damn. Laten we in de tussentijd ook even kijken of Justin al nieuwe dieren heeft. Of ik misschien een ander dier wil kopen. Geitjes hoef ik eigenlijk niet, want ik heb al een geit. Panda's vind ik op zich wel leuk, maar een dolfijntje daarentegen is wel iets wat ik misschien zou willen. Of een paard. Nou, paarden heb ik natuurlijk al. Vosjes, mushroomkoetjes en hierboven tot slot ook nog wolfjes en ijsbeertjes. Of hondjes trouwens gewoon. Ook met een scheve kop. Ik heb alleen geen dierenverblijf. Ik heb niet echt, zeg maar, een locatie waar ik ze achter kan laten, die dieren. Kijk, een hond en een vogel en zo. Dat is natuurlijk wel best makkelijk te doen. Hé, wat is hier trouwens? Wat is dit? Boek en kwil. Het ging over... Wolshop Justin? Huh? Wat? Sinds wanneer bestaat dit? De wolshop van Justin. Oh my days. Ik weet... Ja, ja. Wat is dit top? Wat is dit top? Wordt het al verkocht ergens? Allemaal witte wol. Oh, volgens mij is hij alleen nog niet open. Oh, dit is boven Ben's. Ja, ik wou het zeggen. Dit is boven Ben's. Ben's shop dit. Wow, dat is best wel cool gedaan. In één huis. Twee verschillende winkels. Hebben we Ben's shop. En dan hier Justin's wolwinkel. En dan hierboven kom ik niet echt makkelijk. Maar het maakt niet uit. Het is detail. Damn, dit ziet er leuk uit. De wolshop van Justin. Goeie shop is dat, hè? Ik hoop dat hij binnenkort open gaat. Dan nu, jongens. Ja, mijn armor en zo. Dat is allemaal natuurlijk weg. Ik heb een helmpje alleen. Maar ik mis een goede axe. En eigenlijk, ja... Mijn armor die ik in Frederiks huis... Of in het kasteel. Ik noem het zelfs Frederiks huis. Het is gewoon mijn kasteel. Is dat nou Julian die ik daarin zou vliegen? Huh? Zag ik Julian daar nou even? Ik weet het niet. In ieder geval, ik wil even een nieuwe bestelling gaan plaatsen. In de bootwinkel hier. Hey Anne, de bestelling is ook klaar. Ik wil denk ik namelijk even een nieuwe ex laten maken. Reserve ex dus voor nu. En dan armor weet ik niet. Maar ik twijfel of je hier ook Elytra's kan kopen. Want ik weet dat ik een Elytra kan kopen bij Julian's winkel. Alleen Julian's Elytra winkel is volgens mij op het moment gewoon leeg. Want ik heb deze Elytra. Die heb ik geleend gekregen van Justin. Maar ik wil eigenlijk even een Elytra bundel. Laten we even aan Julian vragen. Hey, verkoop jij nog Elytra's? Of... Nee, maar ik heb ze wel. Je hebt ze wel. Mag ik enchant het en al? Of? Weet ik niet. Wil je er een kopen? Ja, graag. Als het kan. Hoe duur zijn ze? Dan pak jij je lighter, pak ik diamonds. Ja, is goed. Ik denk, ja, wil je de fireworks en zo erbij? En de nee, fireworks hoeft niet. Alleen in die lighter gaan. Oké, okay, ja, dan 10 denk ik. 10 diamonds. Oké, ik ga 10 diamonds halen. Oké, okay, jongens. 10 diamonds dus, dat scheelt. Ik dacht dat het namelijk veel duurder zou zijn. Maar voor 10 diamonds kan ik een volledig nieuwe Elytra kopen. En dan kan ik, als ik gewoon even mijn nieuwe gear en zo heb. En een schoenen heb ik nodig. Ik had natuurlijk schoenen besteld, maar ik heb nieuwe schoenen nodig. Oh, trouwens. Ik hoorde van heel veel mensen in mijn reacties dat ik gewoon reserve armor in mijn kluis heb zitten. Waarom denk ik dat niet eerder? Volgens mij heb ik inderdaad gewoon in mijn kluis heb ik reserve armor zitten. Hier. Oh my days, wat ben ik een ei. Ik heb inderdaad hier gewoon reserve armor. Oh mijn god, mijn oude armor. Bruh. Oké, okay. Dan heb ik letterlijk alleen die elytra nodig. En dan zitten we weer goed. Oh ja, en een lantern voor boven op mijn kop. Oh, wacht, komt hier? Sluiten we mijn kluis weer. Zo. Als ik jullie toch ook niet had, jongens, met jullie mooie reacties altijd, waarin jullie mij gewoon helpen. Ik was helemaal vergeten dat ik mijn reserve armor gewoon in mijn kluis had liggen. Maar ja, dan ben ik nog steeds mijn andere armor kwijt. Oh, kijk, kijk, kijk. Hé, hey, ja, hier. Ik heb hem alleen niet enchanted. Oh, oh. Dan wil ik dan minder ervoor. Ja, prima. Dan de helft. Want enchants zijn wel, zeg maar, het waardevolle eraan. Want ik heb nu ook eentje zonder enchants. Ja. Oké, okay, dan heb ik officieel eentje gekocht. Dank je. That's it. Meer heb ik niet nodig. Okay, mooi zo. Dan ga je maar verder met je ballonnenprank. Oké, okay, jongens. Kijk, het ding is, ik heb nu natuurlijk deze Elytra. Die is van Justin. Die kan ik dan weer teruggeven. Laten we die even in de brievenbus doen van Justin. Dan weet hij dat hij van mij is natuurlijk. Of dat hij van mij kwam. Zo, hoppakee. Dan 10 diamonds. Of 5 diamonds kan ik terug doen in mijn kluis. Of doe... Nou, die doe ik wel eventjes gelijk uitgeven aan wat. Oeh, ik moest Julian zijn vuurwerk nog betalen. Zo, dat was ik laatst had. Ik had gewoon stiekem gepakt. Zonder eigenlijk te betalen. Dus nu afbetaald. Nu alleen nog even een lantern op mijn hoofd. Een lantaarntje. En die vind ik. Heb ik een lantaarn? Oh, natuurlijk heb ik waarschijnlijk geen lantaarn. Nee. Dan gaan we er gewoon ergens eentje slopen en die stop ik maar op mijn hoofd. Waar is een lantaarn echt overbodig geplaatst? Er is vast wel ergens een lantaarn overbodig. Hier, kijk, hier zijn er veel te veel. Deze is overbodig. Deze hier. Zo. Die doe ik op mijn hoofd. Hoppakee. Nu moet ik alleen nog maar mijn Elytra even opnieuw enchanten. En ik moet even een nieuwe ex vragen. Dus die gaan we even bestellen. Ik wil graag de beste ex ooit... Met Silk Touch. Zo, ik wil graag de beste ex ooit met Silk Touch. Nou, hoppakee, ex. Zo. Ze mogen zelf weer een leuke naam bedenken. We doen hem hier, doen we hem in. Hoppakee. Kunnen wij een nieuwe ex bestellen? Hallo, Olly. Sinds wanneer ben jij hier? Sinds wanneer woont Olly hier? Olly de hond. Allee, dan hoef ik alleen nog maar daar... Oh ja, en ik moet een ender chest hebben. Mag ik stiekem een ender chest van Julian stelen? Want ik zag Julian net naar mijn kist te gaan. Die heeft daar spulletjes van mij gestolen. Dus... Ah, kijk nog maar. Ik ga niks stelen hoor, Julian. Let niet op mij, joh. Hè? Het is niet alsof ik hier een ender chest uit je chocobox heb gepakt. Nee, joh. Zo, dan hebben we weer een ender chest op zak. Niks aan de hand. Maar ja, het ding is, ik wil eigenlijk wel gewoon mijn spullen terug sowieso. Want dat is toch echt een volledig setje armor. En vooral die Elytra, dat is de Wandedwaaier. Die heb ik sinds echt... Dat is mijn eerste Elytra die ik ooit had.
Dat is de eerste Elytra die ik ooit had. Die wil ik eigenlijk niet kwijtraken. En ik moet daar ook iets aan doen. Dus ik hoop dat Bob de dokter die ik vorige aflevering gebeld heb... een keertje langskomt om gewoon daadwerkelijk me te helpen tegen dit virus. Maar ja... Dat moeten we nog maar even zien. Dan nu ga ik heel even naar de bibliotheek, jongens. Want bij de bibliotheek kan ik namelijk boekjes kopen. En dat heb ik eventjes nodig. Ik wil namelijk een paar boekjes bij mensen achterlaten. Hier, daar zijn we in de bibliotheek. Als het goed is, kan ik hier, ja, boekjes kopen. Hoe duur zijn die? 3 boekjes voor 1 dia. Oh, dat valt wel mee. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nou, dan heb ik in principe hoef ik maar 3 diamonds te betalen. Die gaan we zo meteen even ophalen vanuit de bank. En dan gaan we even een boekje schrijven. Maar waar kan ik dat in alle rust doen? In principe in de bibliotheek zelf wel gewoon. Of ga ik dat even in een parkje? Ik ga dat even in een parkje doen. Hier, dan gaan we in dit parkje hier gaan we even zitten bij de Fredgrot. De Fred Cave. Dan gaan we... weet je wat? We gaan wel gewoon hier zo staan of zitten. Dan ga ik even een boekje schrijven die ik aan iedereen wil geven. En Sign and Close, genaamd nieuws. Hoppakee, ik ga hem even voorlezen aan jullie. Beste burgers, onze stad is in groot gevaar. Er is een virus dat zich langzaam verspreidt en alles opslokt wat er tegenkomt. Koning Walnoot is gevallen. En Frederik heeft de macht genomen over het kasteel van Kondertveen. Bij deze roep ik jullie op om voorzichtig te zijn en goed op te letten. Ik zal jullie binnenkort uitnodigen voor een geheime vergadering bij Oud Basis Kingdom Voorde, huidig Outpost Content. En daar zullen wij een plan bedenken. Voor nu, houd je gedijst, denk aan de katten en andere dieren. En dan nog wat, komt hier even heel wat anders. Het nieuwe gedeelte is op een punt gekomen waar de eerste gebouwen gecreëerd kunnen worden. Bij deze kunnen jullie een brief achterlaten in mijn brievenbus als jullie een verzoek hebben voor een winkel / bedrijf. Denk eraan, dit gebied is bedoeld voor industrie, mining en fabrieken, dus geen simpel restaurant of hotel zal hier terechtkomen. Heb jij bijvoorbeeld een winkel ergens in de stad, dan kan hier jouw fabriek komen waar de producten worden gemaakt. Nogmaals, laat dit in mijn nieuwe brievenbus bij mijn nieuwe huis een briefje achter met niet meer royale groet, ex-koning Walnoot. Laten we die heel even duplicaten. Als het goed is, kan dat op deze manier. Ja, kijk, zo, dan kunnen we deze duplicaten. Hoppakee. Wat een makkelijke manier om boekjes te duplicaten, jongens. Zo. Dan hebben we hier alle kopietjes en dan wil ik eigenlijk... Zo, het officiële wil ik houden. En dan wil ik de kopies, zeg maar de kopietjes wil ik bewaren. Laten we even bij iedereen zijn huis langs gaan. Bij Fred, nou Fred hoort het van mij wel. Die heeft zijn belastingbrief nog niet eens geopend. Dus laat het maar niet bij Fred achterlaten. Heeft Julian een brievenbus? Nee. Huh? Dan moeten we het maar zo doen. Hier. Dan plaats ik letterlijk gewoon voor zijn deur zo. Dat hij niet meer binnenkomt. Plaats ik nieuws. Hoppakee. Dan gaan we naar het huis van Rick en Noah. Die bijna af is boven. Hebben ze nog een brievenbus? Nee. Oh, maar deze moet ik ook hier weer een nieuwe barrel zoeken. Hier zo, barrel. Die plaats ik hier in het midden zo met nieuws. Hoppakee. Langs Anne der Huis. Die heeft wel gelukkig nog een brievenbus. Hoppakee, nieuws. De bootwinkel heeft geen brievenbus. Maar wat ik wel ga doen is hierin nieuws plaatsen. Zo, hoppakee. Dan lees het in ieder geval. Justin, die woont hier natuurlijk niet. Maar ik ga wel in de brievenbus bij zijn winkeltje. Ga ik ook eentje achterlaten. Hoppakee. Bij René der Huisje hier. Huis nieuws van de koning. Oh mijn god, heeft zij de belastingbrief nog niet eens gezien? René. Hoe durf je? Nou, ik heb een nieuw nieuws erbij gedaan. Nou, Frank, daar hoef ik het niet achter te laten natuurlijk. Nou, dan doen we er ook gewoon nog eentje bij Floor eruit. Mailbox van Floor. Hoppakee. En ja, waar ga ik die laatste dan laten? Ik heb er nog eentje. Ja, laten we die dan maar gewoon bij Fred doen. Oh, in de hoop dat Fred een keer zijn brievenbus checkt. Volgens mij weet Fred niet eens dat hij een brievenbus heeft. Hier, zo. Oké, dan hebben we alleen maar nog mijn eigen kopietje. Die ga ik heel even in mijn nieuwe huis doen. Oh, ik kan niet wachten tot ik gewoon weer mijn eigen kasteel in kan. En dat ik daar dan gewoon weer mijn bibliotheek kan gebruiken voor mijn archief. Want ik heb daar zoveel boeken liggen van. Ja, van Conrad Veen die gewoon over de, ja, over de maanden. Ik wou bijna jaren zeggen. Over de maanden zijn gebruikt. Hier hebben we mijn archief met tijdelijke. Zo, heb ik eigenlijk iets in mijn brievenbus? Nee, zet. Oké, zo, dan is de brief achtergelaten. En dan, jongens, dan wil ik hier. We gaan even naar Oud Kingdom Voorde vliegen. Want daar wil ik dan de vergadering houden. Buiten mijn stad, als het ware. Want daar heeft Frederik gewoon geen macht natuurlijk. Hier, in de oude. We hebben niet voor niks een outpost inmiddels, hè. Hier, kijk, hoppakee. Outpost Kingdom Content, jongens. Een veilige basis waar we naar terug kunnen vallen wanneer nodig. En ik weet dat ze hier in de kelder... Of inmiddels we, dat wij. Het is nu voor mij, hè. Ik weet niet of je kijkt, Bram. Maar dit is overgenomen. Kijk, hier is de vergaderzaal. En dit is een hele oude kaart. Dus misschien dat we die even een keer moeten updaten. Maar ik wil deze mijn kamer dan even hervormen naar een nieuwe vergaderzaal. Waar we dan even met z'n allen kunnen zitten. En een vergadering kunnen houden over het feit dat Frederik mijn stad aan het overnemen is. Maar daarvoor moeten we wel even een datumpje prikken met iedereen. En dat wil ik zo snel mogelijk doen. Voordat het te laat is. Ik hoop dat die Bob een keertje langskomt. Dan, nu gaan wij Klodder. Die staat hier al veel te lang. Die heeft volgens mij Frank hier ooit een keer neergezet. Laten we even... Of heb ik hem volgens mij hier neergezet? Ik weet het niet eens meer. Laten we Klodder even meenemen. Kom hier. Je staat al veel te lang vetzielig onder de pier hier. Als je... Kom, loop nou even mee. Goed zo. Goed zo. Kom. Dan gaan we hierheen naar boven. Oh mijn god. Je kan ook echt niks, hè, Klodder. Ja. Goed zo. Goed zo. Doorlopen. Ik neem je gewoon even mee naar mijn huis. Weet je? Ik neem hem gewoon heel even mee naar mijn huis. Ik weet niet of ik hem daar wil hebben. Weet je, ik zet hem wel gewoon hier even tijdelijk. Hier, Klodder. Je woont heel even gewoon hier. Misschien dat ik je wel gewoon iemand weg ga geven. Je bent van mij, ik weet het, maar ik heb gewoon geen plek voor je. Waar moet ik je plaatsen? Waar moet ik een koe plaatsen? Wat heb ik aan een koe? Max, dat maakt me heel verdrietig.
Ik vind het niet leuk dat je dat zegt. Bij mijn klodder. Maar jongens, nu ik mijn Elytra terug heb, laat ik heel even gewoon hier spieken. Oh mijn god, wat zijn dit veel guards. Wacht, ze hebben één blinde hoek. Ze hebben één blinde hoek waar ik zie dat geen guards staan. En dat is aan deze kant. Dus als we hier nou heel voorzichtig even landen. Komt-ie. Kijk jongens, hier. Dit is letterlijk de enige plek waar ze me niet kunnen zien. Voor some reason heeft Frederik hier geen guards geplaatst, maar ik zou ze eraf kunnen slaan, maar ik ga het risico niet... Ik ga gelijk weer weg, jongens. Ik ga het risico niet nemen. Maar het ding is, elke keer als ik hier bouw, gewoon op het treinspoor, word ik wel gewoon echt in de gaten gehouden vanaf daarboven. Vind ik niet zo leuk. Weet je wat ik me trouwens bedenk? Ik ben de hele tijd een beetje gewoon aan het rondvliegen, dingen aan het uitleggen en zo. Maar, volgens mij, jongens, hier, dit is natuurlijk mijn raketlaunchplek. Waarom loop je drie wilde katten? Wat is dit? Huh? In ieder geval, deze raketlaunchplek, daar heb ik volgens mij... Kijk, dat cobblestone. Dit is gewoon nog allemaal van mij. Volgens mij liggen hier nog heel veel spullen van mij, die ik gewoon een keertje mee moet nemen. Allemaal hout, oké. Okay. Nog meer steen. En nog meer cobblestone. Oh, maar deze moet ik een keertje echt meenemen, jongens. Misschien moet ik dit ook een keertje weer even renoveren, dat het gewoon netjes weer eruit ziet. Gezondheid. Laten we sowieso gewoon even merendeels van het steen meenemen gelijk. Nu ik je toch ben, weet je. Anders loop ik hier weer met lege handen weg. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Oké, jongens. Dan nu wil ik even met deze scaffolding een soort veilige bunker, veilig huis, veilig plekje voor mezelf maken. Waar ik altijd naartoe terug kan vallen. Want het is natuurlijk niet meer echt heel veilig en zo. Wat ik ga doen is hieronder. Volgens mij, als ik dan zo doe en dan daarboven op dit weer, dan kan ik... Oh, nee, dat werkt niet. Ik dacht dat ik er dan doorheen kon. Even denken. Wacht, ik heb een ander idee dan. Kijk jongens, wat we gaan doen is nu... ik heb nog één trapdoor nodig. Die wil ik dan gewoon even hier plaatsen. Maar wat ik wil doen is die weghakken hier. Zo. Dat je dan, als je zo hierheen gaat, hier terechtkomt. En dan vanaf hier misschien een geheime doorgang bouwen naar een specifieke kant of zo. Hierheen. Kijk. Ja. En dan hier. Oh, dit is perfect jongens. Dit is perfect. Dit zit tegen de bank aan zelfs. Dus dat is al helemaal mooi. En dan gaan we hier even snel een geheime bunker bouwen. Gewoon puur voor het terugvallen. Misschien dat ik hier dan ook mijn belangrijke spullen doe. Mijn goede armor, mijn reserve armor en zo. Ik kan het wel aan de bank stoppen en zo. Maar sinds Frederik, zeg maar, de leiding heeft over content fan. Oh mijn god, hoe kom ik terug? Daar heb ik niet over nagedacht. Maar sinds Frederik natuurlijk de leiding heeft over, ja, deze stad. Ja, volgens hem nog steeds. Ik ben de bevolking luistert naar mij. Of komt nog steeds naar mij voor vragen. Maar hij heeft officieel de leiding. Vertrouw ik de bank ook niet meer helemaal. Ik laat mijn spullen er wel liggen. Want het zou verdacht zijn als ik alles eruit haal natuurlijk. Dan weet hij dat ik iets van plan ben. Dus vandaar dat ik even toch een geheim bunkertje ga bouwen. Gewoon hier, een kleintje. Een subtiele. Hoppakee, kijk. En als ik dan weer weg wil, doe ik gewoon zo. Hoppakee, kijk. Dit is top, jongens. En dan wat we hier doen is... Trapdoor. Dan kan ik namelijk zo... Hoppakee, kom ik daar weer op. Zie dat ik dat dan beter met gewoon een netjes met een ster kan doen. Die hier. Kijk, ja, dit ziet er goed uit. Doe je zo. Hoppakee. En dan kom je hier weer. Zo zelfs. Oh, damn. Oh, dit werkt natuurlijk niet op deze manier. We maken hem op zich best groot. Ik moet wel wat belichting halen nu, want het wordt behoorlijk donker hier binnen. Dat is niet echt heel handig. Maar dan ga ik hier even, denk ik, wat ga ik hier neerzetten? Misschien dat ik hier dan even, ja, mijn reserve armor sowieso. Een paar kisten en endertjes zet ik hier neer. Een bed dat ik hier ook kan slapen wanneer nodig. Ik heb altijd een bed bij me natuurlijk, maar je weet me nooit. Laten we eerst even gewoon de simpele, ja, blokken plaatsen. Het bouwwerk zelf natuurlijk, voordat we het hard van stapel lopen. Zo, in principe hoeft het niet mega veel detail te hebben, want het is een geheime simpele kamer die alleen ik ga zien en niemand anders. Even wat klein beetje details in de muren toch, om het iets minder saai te maken. Een beetje dat het matcht met de rest gewoon. Dan ook nog zo. Het moet echt op een bunker lijken, weet je. Zoals dit. Kijk, nu lijkt het echt op een bunker. Dan even belichting halen, maar als goed is heb ik in mijn huis gewoon wat belichting liggen, lijkt me. Oh nee, net had ik natuurlijk ook helemaal geen lanterns. Oh, oh mijn god, waar liggen die? Oh, die had ik allemaal bij me. En, oh, heb ik hier beneden kool liggen? Want dan plaats ik al gewoon toortjes. Ik heb trouwens kool in mijn... Hoe kom ik aan kool in mijn inventory? Oh, ik heb daar natuurlijk gewoon kool gehakt net in die ruimte. En er zit ook nog kool in de vloer. Oftewel, als ik gewoon zo doe, kan ik hier allemaal toortjes maken. Hoppakee. En heb ik hier... Volgens mij heb ik letterlijk een beetje ijzer boven liggen. Echt een heel klein beetje, volgens mij. Hier. Ja! Kijk. Hoezo? Kunnen we... Oh, dit is nice. Nu hebben we gewoon 16 lanterns. Hoppakee. Beetje improviseren, hè, jongens, hier en daar. Gaan we snel weer hierheen. Sluiten we het weer achter me. Niemand die het door mag hebben, natuurlijk. Kijk, dan doen we hier een lampje. Dan die moet nog dicht en zo. Dan even het vloertje aanpassen. Wat voor vloertje gaan we erin doen? Steen of hout? Ik denk misschien toch hout, om er een beetje hout aan toe te voegen, weet je. Ik ben heel erg hout aan het wasten. Dit kan je beter met slabs doen, jongens. Doe dit nooit op deze manier. Dat is echt zonde van je hout, maar ik ben gewoon te lui om op dit moment slabs te maken. Het is veiliger, of zo. Het is een excuus dat het veiliger is. Kijk, een houten vloertje erin. Top. Plafonnetje doe ik dan ook gewoon gemengd cobblestone stone. Zoals ik ook in mijn muren af en toe heb. Zo, dat ziet er goed uit. Oh, wacht trouwens. Hier moet dan nog de cobblestone.
Nu ziet het er goed uit. Want dit bouwen we gewoon heel even dicht met stone en cobblestone. Hier kan ik misschien ooit een keer een verlengstuk maken. Bijvoorbeeld naar... Een geheime doorgang naar de bank. Als ik ooit de bank wil overvallen. Ja, ja, dat is zo'n goeie, jongens. Dat is zo'n goeie. Dan nu. Crafting table. Ik heb een idee. Gaan heel nutteloos ga ik 3 crafting tables of 4 crafting tables plaatsen. Allemaal barrels. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zo. Moet gewoon een soort ja, schuilbunker zijn. Hè? Dan doen we hier even trapdoors of zo op om het een beetje netjes te maken. Ze zijn te hoog. Zie ik nu al. Het moet ietsjes lager zijn. Eentje lager. Dan kan ik daar namelijk ook nog trapdoors op plaatsen. Waar ik natuurlijk niet genoeg van heb. Maar gelukkig hebben we heel veel crafting tables. Dus kunnen we allemaal nieuwe trapdoors maken. Hoppakee. Toenk, toenk. Daar wil ik een armor stand hebben. En ik weet precies welke. Die heb ik als het goed is hier staan. Niet die. Ik wil deze hier. Wil ik even pakken. Kom maar. Ik weet zeker dat Frederik wat van plan is. Hij weet dat ik hem, zeg maar, op het spoor zit. En hij heeft letterlijk zijn plan uitgelegd en zo. Dus ik vertrouw er geen reet meer van. Dus dit is gewoon even mijn tijdelijke schuilbunker. Hier doen we die erop. Dan kan ik deze bewijs van er ook altijd bij doen. Zoals dit, weet je. Mijn armor setje. Dan nog een ender chest. Maar ik had een ender chest net geplaatst, jongens, buiten mijn camera om. Toen ik even mijn opnames uit had staan. En toen heb ik hem gesloopt met deze pickaxe. Waar geen silk touch op staat, dus hij is stuk. Sorry Julian, het was jouw ender chest. Goed, een ender chest daar. Daar misschien ook nog wat nuttigs of zo. Een anvil of zo, weet ik veel. Verzin het. Maar voor nu ziet dit er goed uit. Misschien nog even een tapijtje erin. Zo, daar zijn we dan. Even kijken. Want ik wil dit natuurlijk wel een thema bouwen van mijn kasteel. Om een soort van ter ere van mijn kasteel, weet je. Oh, volgens mij komt dit precies uit met het vol dat ik heb. Kijk, zo, hoppakee, ja. Dan hebben we hier dit hangen. Dan wil ik deze red banners wil ik ook nog hier stoppen. Zo, echt ter ere van, dit is van mijn kasteel, weet je. Dit is een soort van geheime bunker, omdat ik niet meer in mijn kasteel mag, weet je. We moeten wel uitbreiden, jongens. Hè? We moeten wel altijd blijven groeien. Alright, kijk, dan ziet dit er... ik ben hier blij mee. Dit ziet er goed uit. Het is een geheim plekje. Als het goed is, is dit dicht allemaal? Ja. Dus laten we hier dan ook heel even blijven. Dit moet ik trouwens wel even mooi maken. Nog zie ik, dit kan echt niet. Deze... En die boekenkast hier kan ook echt niet. Maken we zo van. Hoppakee. Dit kan ik niet natuurlijk. Dit moet ik wel zo laten. Want dit is een boekenkast die hierboven zit. Zo. Nou. Oké. Hier maken we een keer een gang naar de bank. Want zoals ik hier even aan jullie kan laten zien. Kijk jongens. Oh, wacht. Dat is niet hier. Volgens mij achter deze. Kijk. Nou. Ja, hier. Kijk. Zie je? Dit is de bank. Hoe top komt dat uit? Hier. Daar moeten we even rekening mee houden. Kunnen we die altijd nog stiekem overvallen? Maar goed jongens. Voor nu ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Er is veel gedaan. Heel veel progressie aan het nieuwe gedeelte aan het begin van de video. Daarna een beetje rondgedwaald. Dingen uitgelegd, dingen verteld, boekjes achtergelaten, geheime bunker gebouwd. Oh, zo spannend. Dankjewel voor het kijken in deze video. Kijk nu lekker het vorige Combat Veen, want hierin is ook veel gebeurd. Kijk hem gewoon even. Het is een goede aanrader. Doe je dat niet, dan ben je een loser, oké? En nu spreek ik later glaasje wel. Tilt 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!